Ik heb geen hooghoed, maar als er iemand een hooghoed heeft, dan is het Porsche. Want Porsche die tovert echt om de haverklap een nieuw model uit die hooghoed. Het is ongekend wat die Duitse sportwagenbouwer allemaal presenteert. Het is niet normaal. Dan is het weer model dit, model dat, model zus, model zo. En van al die modellen brengen ze dan ook nog eens een keertje een miniatuuruitgave. En dus als je Porsche-liefhebber bent, dan kun je tot in het extreme gaan, want je kunt gewoon alles verzamelen. Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik beperk mij tot gewoon of een 911, of heel de 911 stamboom, of alleen een Boxster. Of je doet gewoon alles, alles wat leuk is, alles wat los en vast zit van die Porsche miniatuurauto's. En dus als er een nieuw model uitkomt, dan kun je daar een schaalmodel van verwachten. En zo introduceerde Porsche in januari van dit jaar, januari 2021, een nieuwe versie van de Boxster. Want ze hebben iets te vieren. De Porsche Boxster bestaat 25 jaar. En zie hier wat ze hebben uitgebracht. Ze hebben ook nog eens een keer een miniatuuruitgave van die speciale editie uitgebracht. En weet je wat dan de grap is? Dit modelletje is gemaakt in december 2020. Dus 1 maand voordat die auto officieel bekend werd. En dat zegt genoeg, want dat betekent dus dat er in zo'n modelletje een hele lange ontwikkelingstijd zit. Die maak je niet zomaar. Want zo'n Porsche Boxster 25, we mogen hem geen 718 Boxster 25 noemen. Want het is eigenlijk is het ook nog eens kietje. Het is de Porsche Boxster 25 Years Edition. Want die speciale editie die dus dat feestje van 25 jaar Porsche Boxster viert. Die is gewoon helemaal uitgevoerd in een speciale livery. Maar ook met speciale details, met unieke kenmerken die op geen enkele andere Porsche Boxster te vinden zijn. Kom ik ze dadelijk even op terug. Maar in ieder geval, deze auto, miniatuuruitgave, die heeft elementen die dus niet op een 718 Boxster zitten. Wat is het nou eigenlijk voor auto? Want ik heb het nog niet helemaal uitgelegd. Ik heb alleen gezegd 25 jaar editie. In 1996 introduceerde Porsche de productieversie van de Porsche Boxster. Een nieuwe open tweezits cabriolet, anders is hij ook niet open, gepositioneerd onder de Porsche 911 familie. Nieuw volumemodel en die moesten Porsche voor de poorten van de hel wegslepen. Kijk ervoor even een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes op autovisie.nl of op youtube.com/autovisie. En dan vertel ik je het verhaal over die ontwikkeling. En daarvoor, 3 jaar daarvoor, presenteerde Porsche een studiemodel, de Porsche Boxster Concept. Dat was in 1993. Maar Porsche die refereert duidelijk met die 25 jaar naar de allereerste Porsche Boxster die in serie werd gemaakt. Dus niet naar het prototype. Maar de grap is dat juist voor dat schaalmodel en voor die echte Porsche Boxster 25 Years Edition, dat ze juist wel refereren aan dat studiemodel. En hoe zie je dat nou? Aan de carrosseriekleur, aan bepaalde elementen, de wielen en luchtroosters en dat interieur. En dat is allemaal een verwijzing naar die Porsche Boxster concept. En wat ik al zei, het zijn elementen die je niet op een eerdere Boxster terug zag komen, maar dus wel op dat studiemodel die ook gewoon Boxster heette. En dat studiemodel, dat heb ik hier. Niet heel toevallig. Jawel, want ik heb het cadeau gekregen van een trouwe Sjoerds Weetjeskijker. En die nam afscheid van een deel van zijn collectie. En sindsdien heb ik hem in mijn verzameling. En hoe gaaf is dat dus nu? Dat je dus dat studiemodel hebt van die Porsche Boxster. Met daarnaast dus die Porsche Boxster 25 Years Edition. Want dan zie je ook hoe Porsche voor die Limited Edition, 1250 stuks, hoe ze hebben gekeken naar dat studiemodel. En dat verklaart ook de auto. Moet ik gelijk weer bij zeggen? Er zit altijd een maar aan. Je kunt hem ook in het zwart krijgen. Als schaalmodel zijnde weet ik dat even niet zeker. Maar de echte auto kun je dus ook in Deep Black krijgen. Of in Carrara White. En hier staat hij dan in GT Silver. Mocht je kunnen kiezen. Ik heb tot nu toe alleen die GT Silver gezien. Mocht je kunnen kiezen uit die zilveren, die zwarte, of juist die witte Boxster 25,
in miniatuuruitgave. Ik zou altijd de GT Silver nemen. Vanwege dus die conceptcar. Want die conceptcar die is ook in GT Silver uitgevoerd. Let ook even op dat interieur. Ook in Bordeaux-rood uitgevoerd. Zoals ook het uiteindelijke jubileummodel dat heeft. En je ziet ook, en daar gaat het om, die specifieke details van die 25 Years Edition. Hij van die koperbruinkleurige lichtmetaal wielen. Ja, met normaal een zilverkleurige buitenring. Hij heeft ook hier voor in de neus heeft hij die kleur terug. En ook in dat luchtrooster, hier net voor dat achterwiel. Dat juist op de allereerste boxer zo dubieus was. Want als je, nou, kijk die eerder aflevering van Sjoerd Zweetjes. Maar die elementen, ja, dat is een verwijzing naar wat dat studiemodel dus ook had. Met die voor in de neus, die luchtroosters, die wielen in die kleur. En natuurlijk hier dat luchtrooster, wat op het prototype juist helemaal laag in die dorpel zat. Maar ja, daar konden ze niet aan vast blijven houden. Want als je door de regen reed, dan ging allemaal water in. Dat is dus gelijk afgekeurd. Wat ook een leuk detail is, is die vooruitomlijsting van het prototype. Die eigenlijk niet echt een vooruitomlijsting heeft, maar het is meer een losse vooruit. Het is toch een prototype. Gaat toch nooit de weg op, alleen maar in de autoshow en dan up. Vervolgens het museum in. Kijk, dan heeft die jubileumuitgave ook een zwarte vooruitomlijsting. Ja, leuk hè? Dat ze er zo naar refereren. En dan heb je hier op de achterzijde heb je het woordje Boxster staan in het rood. Maar dat geldt niet voor het jubileummodel. Want die jubileummodel die heeft hem juist in die zilverkleur. Met ook weer die koperbruine tint voor dat 25. Ja, dit model was toevallig van Minichamps. Deze komt ook van Minichamps. Toen was het meer vanzelfsprekend dat Minichamps een schaalmodel maakte. Dit model dateert uit ongeveer 1993 komt die auto op de markt. Dus het zou 1994-95 geweest zijn. Dit model is 2021. Tegenwoordig maakt Porsche gebruik van heel veel toeleveranciers op het gebied van schaalmodellen. En in dit geval is er dus gekozen voor Minichamps. Heeft Minichamps een goede deal gemaakt voor ons? Ja en nee, natuurlijk. Kleur prachtig, uitvoering prachtig. Auto heeft zwarte remklauwen. Het schaalmodelletje heeft zwarte remklauwen. De logo's kloppen. Kijk, er zijn natuurlijk een paar dingetjes die niet kloppen. Kijk, er zijn ook een paar dingen. Die zijn juist ook aanmerkend voor het productiemodel. Die je dan op zo'n schaalmodelletje weer niet terug ziet. Zoals als je de deur open zou doen, dan zou er mooi op die dorpel Boxster 25 staan. En hetzelfde geldt ook van dat op de tankdop, dat hij zo'n vintage tankdop heeft. Nou, een tankklepje kan gewoon niet open bij deze auto. Dus dat zie je niet. Daar kun je dus niet van genieten. Logisch, schaalmodel 1 op 43. Maar ja, wat wel jammer is, is als je nou naar die softtop kijkt, die is mooi in rood uitgevoerd. Maar op het productiemodel staat hier aan de zijkant staat Boxster 25 er zeg maar zo op, erin gedrukt. En dat zie je niet op dit plaatje terug. Dat is jammer, maar het is wel een heel klein detail. En dat is, lijkt mij, heel verschrikkelijk moeilijk om dat door te voeren. Ja, aan de andere kant, hier achterop staat wel gewoon Boxster 25. Dus je zou dat ook mooi kunnen integreren in die softtop zoals het hoort. En een ander detail is, moet ik even heel goed kijken, op de sierlijst aan de passagierszijde op het dashboard moet ook Boxster 25 staan. En dat staat er ook niet op. Hebben ze achterwege gelaten. Ja, wat ze wel hebben gedaan bij Minichamps, ze hebben wel gekozen voor de versie met het Sports Chrono Package. En dat zie je hier in het midden aan dat klokje, dat eitje, wat dan daar pontificaal in beeld zit. Ja, natuurlijk, deze heeft geen motor, maar de echte Boxster 25 die heeft dan die lekkere 6-cilinder motor, 4 liter slagvolume, 400 paardenkrachten op die achterste wielen. Als aandrijfbron, zo'n heerlijke motor die dan in Nederland door de CO2-uitstoot van dat blok gewoon door de belastingen de nek om wordt gedraaid. Dat is dan zonde. Dus dit wordt wel een hele bijzondere verschijning op de Nederlandse weg, want het prijskaartje is nogal extreem hoog. Ja, of we moeten even een paar jaar wachten. En dan kunnen we gewoon naar Duitsland importeren. En dan schrijft hij BPM af. En dan is hij weer verdediger. En dan kun je toch weer van genieten van deze limited edition. Ik zei al, de oplage van de echte auto is 1250 stuks. Hier wordt het niet geroepen. Deze wordt gewoon
ongelimiteerd gemaakt. Ja, mooi met die aluminium look uitlaat eindstukken. Die prachtige kleur, een mooie lederen interieur look. Want het is natuurlijk niet echt leren, het is gewoon kunststof. Zult u begrijpen. Maar een fraai modeltje. En wat ik al zei, zo leuk dat je dan ook het studiemodel, het originele studiemodel ernaast hebt. Zodat je de link die Porsche heeft gelegd ook daadwerkelijk ziet en begrijpt.